He, als je denkt aan gevolgen van klimaatverandering, dan denk je misschien in eerste instantie aan Antarctica en de smelt daarvan en dat dat eeuwen duurt en dat misschien de kleinkinderen van jouw kleinkinderen van jouw kleinkinderen daar ergens effecten van zullen krijgen. Maar een heel triest voorbeeld van iets dat in onze levens al gebeurt, zijn koraalriffen. Ongeveer 30% van alle koraalriffen is al doodgegaan door heel direct door opwarming en verzuring van de oceaan. Twee dingen die ook heel duidelijk door de mens komen.